In Friesland ook een film van regisseur Pieter Verhoef. Hij volgde de Friese theatermaakster Dette Glashouwer op haar solo-tournee door Amerika. You Deal 2. Souvenir had een heel soort voor mij betekenen. Dus we kwamen Katjin op Squalle en daar maken we een hit. En toen is het van Squalle, zaak troggiend, al die jaren trog. Ik kende mezelf in mijn werkende leven alleen nog maar als onderdeel van Souvenir. Dus toen het ophoudt, toen dacht ik, nou, hier moet ik echt maar eens voor zitten gaan. Om dan te filmen hoe het is dat het ophoudt. En toen dacht ik wel van, dit is wel een heel soort kwiet. Dus ik heb geen hide meer, ik heb geen man meer. Ik heb geen relatie meer, dus ik heb geen schoonfamilie meer. Ik heb geen band. Ik heb met het allerergste weer dat ik souvenir kwiet weer. Maar en dan weer nog het allerergste, dat ik geen enkel idee meer hier. En dat vond ik, toen dacht ik, jongen, dat is wel een heel soort kwiet. Nu weet ik niet meer hoe het verder moet. Toen vroeg een Amerikaanse theaterproducent die mij op oorlog jongen hier of ik net een liedse tournee terug Amerika maatje woer. En zo kwam ik op het idee dat het game moest hoe ik no steen, hoe verlies, hoe verlennen leefde, hoe alles ook kwijt raken ben. Die voorstelling die ik jitten in de vorm van een evangelisatiebijeenkomst. En zag die als ben ik vaak mij maken hier en die ik van alles maar eens high te maken had. En zou die nog eigenlijk altijd in Amerika, ik houden worden. Ik dacht dat zal de herkenbaarheid voor versterken. In januari van dit jaar ben ik mijn dertig naar Amerika reizende. Waar ze in verschillende steden op de East Coast optreden zoeken in theaters, huiskamers van rieke meesken en in kerkjes. In de eerste stad, Philadelphia, voelde het futendadelijks al wat zin. In een jarmoerig theatertje kwamen net meer als zonbeziekers opdagen. En boven dat wiet er grote onwissens over de Amerikaanse producent of die de voorstellingen in de orensteden wil regelen hier. Well, in any case, I'm also gonna try to call me. Huh? Ik baal je zelfverschrikkelijk van. Ik baal je zelfverschrikkelijk van. Misschien moet ik dat de komende dagen wel weten. Ja. Dan was ik net met mij. Ik ben dit keer de bron. Ja, ja. Niet hier, dit is goed op wat je op met doel. So and here you see after 21. Haar vaststelling ging over. Hoe het is om alleen verder te matten en wie tegelijk een onderzoek naar wat de drie eenheden, maar die jongens van Souvenir, maar ook mij die van de Heid en Mem, voor haar leven betjutten heen. Hoe ziet het mij haar Heid, zien wie ze haar altijd afzetten hier? En hoe mij haar Mem, na wens leefde ze haar leven lang, vergeeslijke het wel, zocht hier? Ik wil heel graag eens Mem gelukkig maken. Heel graag wil ik eens Mem gelukkig maken. Na de goed bezochte voorstellingen in New York ben ik toch maar verder hier. Ze hier nog zelfs zonder producent een aantal voorstellingen regelen kunnen. Waar is dit? Boston. Nog even naar Boston, ja. We kennen nog een vrouw, ze went in kerken, ze is een soort dominee. Oh. En ja, ik ben echt heel, ja, ik ben heel benijd. Wat is het opstellen? Bob Dylan. Trying to get to heaven before they close the door. En hij zong ik van, if you lose everything, you always can lose a little bit more.
slacht een biesje op... Op mij. Er is nou in andere opzichten alleenig. Ja. Is dat naar? Af en toe rommelt het ik wel wat op. Een gevoel van dat het even oprommelt in mijn leven. Af en toe heb ik een gevoel van dat ik dat toch even heel dicht bij mezelf wezen kan bij vlagen. Heel dicht. Dat ik net maar niet in rekening hoef te houden. Ja. Ik net maar in zijn smaak. Of dat ik niet in pleasen hoef. Ja. Het is natuurlijk ook iets van nou, waar ben ik nou eigenlijk alleen nog in tijd in staat. Dus dat is een soort van krachtmeting. En wat het doet, is dat het me wel iepen maakt. Het maakt het wat? Iepen. Ja. Dus ik ken soms wel veel dat ik gewoon heel iepen ben. Naar meestal om je heen ik. En ik, wat voor energie we uitwisselen. Ja. Zuster Joen, spuw je van meisje? Ja. Die is een kermen. Mm-hmm. Maar die heeft ook dat een soort tjerke weer, was die niet spuw je zuster? Ja, dat zei ze. Het is ook een tjerke, maar hij is verbouwd. Hij is zei erg verbouwd, ze is alleen onder de buiten komen al dat het een tjerke is. Ja. Hoeveel meisjes zullen er komen, Dette? Nou, ze heeft het zien. En 11 in eerste instantie. Ja, maar, dat zei ze juster. Dat zei ze juister, ja. We hadden dat zien toen minstens komen. Ja. En dan nog een paar. Maar Joet en Rikke werden een paar oudbellen. Ja. En Joet zei ze van ja, ze ziet het vaak ik helemaal niet dat ze bovenin komen. Dus misschien met het maar draaien. Nou ja, dan wist we helemaal van een borsten rieten. Ja. Nou, moeite wel. Ja, zeker. Ja. Ik denk wel, wat een absurde onderneming is dit. Ja, je doet ook wel wat om wereldberoemd te worden. Nou, het is een internationaal tournee in ieder geval. Je moest altijd in de buurt van je mem blijven. Ja. Ik had letterlijk wel eens oors mom proberen. Toen dacht ik, ken dat eigenlijk ik oors. Dus toen ging ik juist huid heel erg op ziekje. En toen bleek dat eigenlijk veel leuker te wezen. Want mijn huid kost snoepen. Of die weer eigenlijk veel makkelijker dan dat is mem weer. Maar van nature loekte ik gewoon naar je mem daar. En misschien wel omdat ze minder makkelijk te benaderen wie, hè? Dat zit ik in de voorstelling. Ik look ta naar dat wat ik niet krijgen kan. This first threesome did not really work out. I was always in competition with him for her. But you know what? I always wanted what I could not get. The one who was not available was so attractive. So when he died, I was somewhat relieved and hopeful. I thought, now she can be mine. But she did not share my feelings. Dat hele van dat low en out stappen, dat weer zo'n loyaliteitsconflict. En het gevoel werd mij, Joen, dat ik heel erg schuldig weer aan de pine die zij daarvan kregen. Dus ik weer fout. En dat heb ik zelf heel lang tocht, dat het ik zou weer. Ik heb zo lang tocht dat ik zo fout weer.
Nou ja, zou die dan nou eens even staan. Verzinnest toch jij nou die geld mij? Doe je zakboord op schalen. Look at you. Is this the way you earn your money? You were so good at school. Ja, ma'am. Nou, je al best. Moest nog altijd nu die mem, hè? Skarst die net. Ja, mem. Mem die moest bijvoorbeeld altijd goelen. Elk weekend naar thuis weer, dan moest ze goelen, want ik ging naar de hel. En ik koerde geen weerwoord op. Soms dacht ik, dan kwam ik in hulp en dan dacht ik, oh, ik ging geliep maar weer fut, want... hoe moet ik nou weer mezelf hier wijzen? Dus mem, die moest dus altijd goelen en op een gegeven moment koekt ze in haar zezen, dus hier een letter, koekt ze in haar zezen van, nou, ik zie jou trainen, ik zie dat je goelen moet. Maar je moet weten, maar mij gaat het goed. Ik ben blij dat ik van Jezus oud ben. Maar mij gaat het goed. En dat wie een soort opening, toen houdt ze eigenlijk op. Maar dat voel ik kreeg in het tijd dat ze enigszins een dementering ging. Dus dan zei zij van, dus dan zei ik, nou, maar wie riet iets voor mij dit? En dan hiek, ik kon hartstikke goed praten. Ik kon alles in haar zeer zei. En dan het enige wat zij zei, wie, tje, een vogel. Eigenlijk is het enige moment dat er echt grote aandacht wie. Maar wat de rest ongeert. Nou, ik vond het behoorlijk ongemakkelijk. Ik van tevoren keer die rondte even net voor mezelf hand. Dus ik moest de hele tijd mijn hond, die ziet me de hele tijd trom in de kort erin en te dwalen. En het jocht, dat voel me ik een beetje. Wat voor jocht dat het eigenlijk wie. Ik dacht dat krijgt een beetje oorswijzen zo. Ik zie iets in de meeste zijn van, nou, doe even de egen dicht voordat ik opkom. Ik zie niet zijn van, dus dan hier op zodra ze mijn spiel in juist. Dus ze zien allemaal die dichte egen en nou ja, het spiel in komt dan gewoon in de hoofd in handen. Ik totaal klutschiet. Ja, ja. En dan viel ik gewoon wel wat verantwoordelijk voor zijn gastvrouw. En dan denk ik, ach heren, waar scheep ik haar mij op? Ja. En Justin natuurlijk, ik zie zijn les van haar weg en les van dit en dat. En zij kan het zich dan ik wat dat er niet meer mee kan komen dan die peer die opdraven. Dus ik kan het dan in een site zo gemakkelijk krijgen. Ja, ja, ja. Dan, is dan het gevoel dat de mensen meer het les vinden dat ze de vreugde hebben, ja. 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 Ja, er is zelfs iemand, er is juist drie helemaal niet een basketdel zetten. Dus dat dan kan de meesten wat geld in storten. Ja, dat is vergeten. Nou ja, dat met de gast zou eigenlijk dwaan. Of ja, dat, ja. Nee, ja, dat heb ik niet op hand. In elk geval komt het dan niet in me op om het te dwaan. Want dan denk je er het gevoel dat ik zelf maar betel je moet voordat het gebeurt. De reis naar Amerika is op een bepaalde manier eerder weer mislukt. Het was natuurlijk al wel een beetje krakkemikkig. De organisatie en uitvoering vind ik net optimaal. Het orkeltje is haast een metafoor. Dat de wraks komen als de orkel bloe in noorden zitten en het piept en krekert. Het is het land van de showbusiness uitvoering.
Die eerste had ik het gevoel, ik ging naar Amerika en dan moet ik een perfect geoliede voorstelling hebben. Wat er net weer. Nou, er is van alles toch mee heen gegaan. Want er gaat zeker van alles toch mee heen dat de voorstelling ik absoluut oors is dat ik hem in een theater dwang ken, maar een technicus en de techniek die werkt haal ik. Dan komt er een soort ontspanning en een adem. En het is ik een. Dat ik soms ik niet helemaal goed weet wat ik onder dwang ben, toch die voorwaarden los te laten. En iets oors is iets wat een soort koppigheid heeft. Van had die voorwaarden zou verrekt moeilijk binnen om, of zou een soort jeeldkostje om dat voor koor te krijgen, dan doe ik het zonder die voorwaarden. En dan sukkel ik uitkom. Het is misschien wel een grote behoefte om niet zo aan afhankelijkheid te hebben van die structuur. De volgende voorstelling die ik regel je koor, dat wie in Washington, de hier kunde aan een professor. En hij wil wat van mij regel je op zijn universiteit. Maar ja, het wie last minute en wel op een vrede jong. One of you gets the spirit to start. Soon they start singing in German. Komt ihr Töchter, helft me klagen. Come, your daughters, share my moaning. That's what I did. I shared her moaning. This was remarkably creative in terms of your use of the props, your creation of, you became different persona. Almost every 5 minutes there was a different you on the stage. But you created realities around you. It wasn't just that you changed. And I was deeply moved by your interaction with your mother and your mother watching, and just the sense that that one could almost feel her sense of connect with you, and the joy that gave. You know, I didn't know whether it was real or imagined, but it felt very real. You were many people, many glorious spirits in one body. Thank you. So thank you so much for this, a great visit. It was really, really lovely. And we see each other again. Yes, that's for sure. Yes. I spoke to Lisa this morning. She said that it was a huge success there, and the children loved you. Oh, great. So she's waiting for the next, she promises 1,000 the next time. That's right, you promised 500. Ik realiseer me eigenlijk heel erg terug dit hele Amerika-project. Hoe vreselijk ik op ons hart en mijn liedje, op alle twee. Het feit dat ik zoiets onderneem, is absoluut iets wat ons hart dwang kent hier. Het alles te maken met oermoedig wezen, opportunistisch, ergens voor gaan, die niet liets krijgen litten. Als het niet kind staat, wat dan wat, maar staat kind. Dat heb ik van ons hart. De 's nachts er niet van sliepen kennen en alleen maar helemaal op de rem staan en mijn angst vullen, dan ben ik dus mem, zo viel ik die twee. And after her death, I decided I had enough of the threesome dynamic. And I had enough of chasing unavailable love. I said, from now on, I take love just as it comes. And you know what? I lost all my threesomes. I lost my father. I lost my mother. I've lost my lovers. I've lost my son and the Holy Ghost. I do not have my theater company anymore.
But I do say yes. Yes to memory. Yes to depression and sighing and misery. Yes to live. Yes to the jungle adventure. Yes to everything, decent and indecent. Yes to the hard lessons of the present and the past. Yes to the unknown future. Yes to the naked truth. Yes to every valuable togetherness. Yes to yes and yes to no and yes to singing together. You know, I'm so much like my father. I'm so much more like my father than I thought a person ever could be. I mean, he liked singing together, and I like singing together. You know, what I would really like now is that we all sing together, yes. Yes, 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 yes. It's very simple, very easy, right? Now, I know there might be some people who have maybe some resistance to that. I very well can understand that. So to those people, I want to say, you can sing no. Yes, 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 yes. Maybe one never, yes. Yes, 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 yes. No, 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 yes. Elke keer dat ik zag, had ik in een gemoedstoestand zit waar dat ik denk van het met aller oors. Ik hier dit hier gewoon goed regelen west hebben moeten. Ik hier je geld voor krijgen moeten. Ik hier meer mensen ontmoeten moeten. Ik hier dus volle zalen vol kriegen moeten. Of dat soort dingen. Dan ben ik stronsjagereinig. En dat ik denk van ja, dat wat ik nou mij maatje, dat is precies goed. Dit is precies waar ik zit. Dan is er een soort rest. Een soort van rest. Ja. En een nijskerigheid. En dan is het goed, wie ik zin kom. Ja. Zo'n soort wit als dankbaarheid. Is dan... En dat veel lekkerder. Ja. Daar heb ik een voorkeur voor. Denken, toen ik hier zeg, je weer tegen mensen kan hebben wat oost worden. En ze zei, ik wil timmerman worden en wies. Dat wies, dat ben ik echt ontwinnen, dat viel ik. Dat timmerman, dat kom ik heel erg zien als ik ze alleen nog op prijs ben, dat ik dat niet ben. Wat is wies voor jou? Misschien ik wat telkens minder ophouden te hebben. Meer samen te vallen met lippen. Gewoner te worden. Gewoner te worden? Ja, ik ben telkens gewoner. Maar bist al wies of bist nog niet zo heel wies? Nou, ik ben zo wies dat ik wies wijs ken. Ik hoop dat ik op de helft van mijn lippen ben, of nog net, en dan ben ik heel wies. In the Barbie world, I'm in plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star.
het gewoon nog eens. Ja, ook voor jou. Ik heb hier die Noorse kroon. Die doe ik in mijn zak. Wat denk je dat er in mijn hand zit? Niks! Niks, dames en heren. Zo heb je alles met geld en zo heb je niks. Ja! Ek troch haar zeker financieel net zo succesvolle tournee troch Amerika, haar dette naaitocht oer wat geld voor haar betjut. Oer wat geld nou eindelijk is. Daar heeft ze een nieuwe solovoorstelling om maken van de jaarlijkse parade die ze in Den Haag, Utrecht en Amsterdam spelen had. En die blieken dat het een uiterst actueel onderwerp was en het publiek streemde ta. Praktisch alle voorstellingen werden uitverkocht. In tijd had ze al optredens doen op geerkomsten van bankiers, pensioenfondsen en van internationale economen. Ze wie in Istanbul en Noorwegen en ze is nu uitnoegen in Sao Paulo, Peking en op Nij in Amerika trok een club van idealistische, rieke vrouwen, Women Moving Millions. Als klap op een vuurpijlen kregen ze in Amsterdam op de laatste dag de Gouden Mus uitrieken, de prijs voor de beste paradevoorstelling 2012. Dette glashouwer die je trok, al in.